misschien weten, zijn wij samen naar de Beauty Girls Party geweest. En we hebben daar een super leuke tijd gehad. En dit filmpje maken we eigenlijk om de goodie bag die we daarbij kregen aan jullie te laten zien. Een lekkere bolle tas. Ja. Dus ja, daar gaan we nu mee beginnen. Oké. Okay. Ik zal wel eerst doen. Nou, doen we samen te pakken. Ja, maar ik zal het eerst even pakken. Onze beurt van het product. Ja. Dan pak ik dat product. Hebben twee tijdschriften gehad. De Gratia en de Fashionista. Oh, wat is dat? Nee, je hebt wel een andere Fashionista. Nee. Kom er niet van. Kom maar achter. Okay. Maar in ieder geval een Gratia en een Fashionista en je hebt dan een andere editie. Ja. Dus dat is altijd al leuk om extra te hebben. Zeker, ik hou van tijdschriften. En dan de volgende, die meteen opvalt. Een hele grote doos. Met een soort van bakmix waarmee je cake-pops kan maken. Dus dat superleuk. Is echt heel leuk. Ik had dat eigenlijk nog nooit gedaan. Ik ook niet. Ik heb er nog nooit in gehad. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ja. Misschien kunnen we een keer een filmpje over maken. Ja. Zodat cake-pops maken. Eén grote ramp. Dat moet je niet zeggen. Dan hebben we van Coca-Cola zit er ook iets in. Een Marc Jacobs flesje. Dat is een superleuke design. Heb jij misschien ook wel een andere? Ja, ik heb ook een andere. Je hebt een leuke. Ah, vind ik mij niet zo leuk. Maar niet echt leuker. Oké, maar er zat ook een sleutel allemaal bij. Daar staan wel de strikjes op. Oh, waar de stipjes? Die vind ik... Oh! Grappig. Oh, dat is wel heel toevallig dan, want ik heb stipjes. Maar ja, ik ben nog niet van op bij dat dit wel met strikjes. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. Ook als dat er Coca-Cola op, is toch van Marc Jacobs. Ja, ik ook. Ik vind het echt heel gaaf. Dat vind ik ook heel leuk. Dan als volgende iets heel erg leuks. Ik gebruik het in ieder geval nooit. Maar verband van Libresse. Maar ik snap wel dat er ook meiden zijn die het natuurlijk wel heel veel gebruiken. Ja. Dus ja, dat is wel leuk voor erin. Dat vind ik echt een meidending. Ja. André Long was natuurlijk hoofdsponsor en die heeft er een mousse in gedaan. Superleuk natuurlijk uit de Pink collectie. Ik gebruik eigenlijk nooit mousse, maar toch leuk. Wie weet. Nu ja. Zeker leuk. En van Nivea zat er een douchegel in. Douchegel toch? Ja, gel douche. In de geur Hawaii Flower and Oil. Ja. Dus ik heb hem nog niet eens geloken. Oeh, lekker. Oh, echt heel lekker. Lekker smeren? Oh. Nee, ruikt echt... Heel zomer. Heel lekker. Ja, heel lekker. Nou, die gaan echt meteen gebruiken. En het is ook echt een super groot formaat. Kijk maar. Ja. Het is gewoon 250 milliliter. Ziet er heel lekker uit. Ja. Dan, van Essence zat er een mascara in. De I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Zo'n borsteltje. Hij ziet er wel goed uit, vind ik. Hij ziet er heel goed uit. Ik gebruik alleen altijd waterproof mascara, dus. Ja. Dat is wel jammer, maar ja. Dan wil ik hem wel. Maar ik heb hem al. Ruil tegen het flesje. Nee, ik zie het jou. Jammer, jammer. Pas te proberen. En dan zat er nog een product van Dove zat erin. Die heb ik ook dat was wel een kleiner formaat. Dat is een lotion. En er zit 50 milliliter in. Het is van Purely Pampering. Die lijn ken ik zelf wel uit de winkels. Ik heb er alleen nog niks van, dus... Hij ruikt oké. Ik vind hem niet ik vind hem heerlijk. Echt zo naar... Oh, naar kokos of zo. Ik hou niet zo van kokos. Wat staat erop? Ja, staat niet echt een... Ik vind hem echt heel erg lekker. Hij ruikt een beetje... Wat minder zoet, wat meer notenachtig. Ja, maar ik vind deze lekkerder ruiken dan persoonlijk. Ja, ik kan niet ook heel erg van. Ik vind hem niet verschrikkelijk, maar heel erg. Wauw. Nee. Ik vind hem wel heel lekker. Van Remington. Die had er zo'n kammetje in zitten. Die je er zo uit kan halen, makkelijk voor onderweg met een spiegeltje. Ja, daar ben ik echt super blij mee, want altijd handig om dit te hebben. Dit gebruik ik altijd als ik op stap ga, want dan ga ik geen hele borst in mijn tasje doen. Maar ik had er een van de Primark, alleen die kwaliteit was toch niet helemaal geweldig. Die was meteen kapot, dus ik ben er echt blij mee. Ja, ik denk omdat het van Remington is, dat het wel beter is. Ik hoop het. Ja. Zal ik wat doorgaan? Ja. Van
één naar de laatste alweer. Oh, je hebt een gele. Oh, je hebt een blauwe. Wat is dat? Fashionista. Nee, Fashion, Fate, Stylish, Eternal. Oh, die vind ik wel grappig. Ik heb Happy Girls. Oh, je hebt de Happy Girls on the 30th. Oh, je hebt een leukere goodbag. Het is niet eerlijk. Oh, Nick is zo jaloers. Je mag hem wel hebben hoor, ik gedraag hem toch niet. Nee, ik ook niet, maar het was gewoon het idee. Je hebt echt een thema erop. Al vind ik deze ook wel grappig hoor. Ja. Die komen van de Fashionista magazine. Ik denk niet dat je het echt kan zien eigenlijk. Maar op zich wel gaaf. Wel leuk. Erbij hebben gedaan. Ja. Ja, toch leuk. Leuk aandenken, ja. Vooral omdat het thema is. Ja. Grappig. En dan, ik denk als laatste. Ja. Een blikje. Oh. Energy drink. She Energy drink. Die deden natuurlijk ook de Beauty Gloss Party sponsoren. Dus kon mij niet ontbreken. Er zit ook nog een kaartje bij. Oh, huh? Daar staan, in een cocktail kan maken. Ja, dat is wel leuk. Dat is echt heel leuk, want daar stond ook een stand van daar, maar dat hebben wij helemaal niet gedaan. Nee, maar het was al best wel druk. Ja. Oh, leuk. Oh, dat gaan we een keer doen. Oh, dat kunnen we samen met maken. Dat doen we samen met cakepops. Oké, is goed. We gaan cakepops maken en we gaan cocktails maken. Ja. Deal, high five. Lekkere combinatie. Oh nee, dit vind ik ook wel heel leuk dat ze dat hebben gedaan. Ja. Staat ik echt, precies zo. Het kaartje ziet er al wel leuk uit. En op de achterkant staat precies hoe je dan zo'n cocktail kan maken met het blikje. Yes. Leuk. En dan was het eigenlijk alweer. Het is een wat korter filmpje als normaal, maar we wilden toch wel even laten zien wat we in de koeienbek hadden gehad. Want er zaten zeker wel wat leuke dingen in. Ja, en we hebben het gewoon zo leuk gehad op de Beauty Gloss Party. Echt zo'n leuke dag. Echt een hele ervaring. Gewoon. We hebben ook echt al gezegd van als het voor een keer weer is, dan wij zijn erbij. We willen het niet missen. Het was echt heel leuk. Dus ja. In ieder geval, bedankt voor het kijken. De shoplog van de Beauty Gloss Party zal ook nog online komen. De vlog is al online gekomen, dus ik zal eronder even nog een linkje bij zetten, zodat je die ook even kan kijken. En tot de volgende keer weer. Okay. Doei! Doei.